Zo, we zijn in de schuur. De grote opslag van bouwmaterialen. En hier in deze schuur staan de ramen voor Tania's. Want vandaag gaan we de ramen plaatsen. En als het goed is, kunnen we aan het einde van deze aflevering ons tiny house gewoon op slot doen. Dat zou fijn zijn. Aan de slag! Een aantal maanden geleden hebben we de ramen gehaald, want ik wilde de ramen hebben voordat ik daadwerkelijk het ontwerp met alle afmetingen en alles finaal zou maken. Want ik wilde de ramen gewoon zien hoe dat het kozijn eruit zag, hoeveel ruimte ik echt nodig had. Kijk. Kijk, hier staan ze klaar. Het zijn houten kozijnen, vuren, niet te duur. Gewoon bij La Paire, dat is hier, waar kan je het mee vergelijken? La Paire is een grote keten in Frankrijk waar je keukens kunt kopen, badkamers, dus kranen en dat soort spul, maar ook ramen. Daar hebben we deze ramen besteld en gekocht. Gewoon standaard maten, niet te duur. Je hebt ze in vuren en in eiken. We hebben gewoon vuren genomen. En we hebben voor hout gekozen omdat we gewoon hout veel beter vinden passen bij zo'n tiny house. Een huisje van hout vonden we beter passen bij de sfeer van het huis. En bovendien, de ramen, de deuren zitten allemaal onder de afkapping van de veranda. Hebben niet heel veel te leien. En één raam wel, die van de slaapkamer, die staat wel gewoon blootgesteld aan de elementen. Maar ja. Ik denk dat dit het wel even volhoudt. Uiteindelijk krijgen ze nog een mooi kleurtje. Maar goed, dit zijn de ramen die we gaan plaatsen. We hebben dus ook een dubbele deur. Die hebben we samen met de buurman al naar het huisje versleept. En die gaan we vandaag in het huis zetten. Dus als het goed is hebben we straks aan het einde van de aflevering een dicht huis wat we gewoon op slot kunnen doen. En zo krijgen we stap voor stap steeds meer ruimte, ook hier in de schuur. En dat is ook weer fijn. In een vorige aflevering heb je kunnen zien hoe we de paraplu, het vochtscherm, hebben geplaatst. En hoe we dat hebben vastgezet met de latten onder 45 graden, want het wordt een verticale bardage. Dat wil zeggen dat we met doeklasplanken verticaal de boel gaan afwerken. En heb ik ervoor gekozen om de latten diagonaal te zetten, zodat we geen latten en contralatten nodig hadden voor weer de verticale planken. Dat vond ik een beetje te veel werk. Dus daarom onder een hoek. Dat heb je vorige keer kunnen zien. Toen hebben we de paraplu, het dampopen vochtscherm, hebben we gewoon doorgetrokken over de ramen heen. Dus nu gaan we de ramen weer openmaken en gaan we zien hoeveel te lang dat we de lat hebben gemaakt. Want we zijn met de latten gewoon tot aan de opening van het dak gegaan. Misschien moeten we daar wel een stukje van afhalen. We gaan het zien. En de deuren gaan we ook doen. En die staan al binnen. Kijk hier, de deuren die staan ook al klaar. Zo heb je ook een kijkje op de cameraman. En hier hebben we het eerste raam ook al meegenomen. Want heel stiekem zijn we gisteren al begonnen om even te kijken hoe dat er eigenlijk gaat, zo'n raam plaatsen. Dus we zijn gisteren al begonnen om hier in ieder geval aan één kant het raam open te snijden. Ja, deze moeten we voor de rest nog helemaal afmaken. Maar zo hadden we in ieder geval de mogelijkheid om even een pasproef te doen. Hier zijn de gordijnen nog dicht. Dus deze moeten we nog open snijden. Maar we gaan eerst met die andere beginnen.
We gaan eerst met die beginnen. Gaan eens kijken wat we allemaal tegenkomen. En ook vandaag heb ik weer hulp van Pascalle. Ik ben heel benieuwd hoe aan het einde van de dag het huis eruit gaat zien. En als het goed is, kunnen we straks het huis gewoon op slot doen met een sleutel, hè? Dat zou leuk zijn. Ja, aan de slag. Zo, wat is de status? Nou, het eerste raam zit erin. Dat was nog wel even zoeken. Dus op een gegeven moment heb ik de camera ook niet meer aangehad. We waren gewoon aan het zoeken van hoe kun je dat het beste doen. Met de tape, met het positioneren. Zorgen dat dit niet krom komt staan. Dat het mooi recht blijft, dat het mooi haaks is. Want het is vrij dun allemaal. Maar het is gelukt, hij zit erin. En we gaan dus zo aan het tweede raam beginnen. Maar die gaan we her en net toch een beetje anders doen. Dus dit was een goede testcase. En we zijn niet voor niks begonnen met de ramen die hier onder het afdak zitten. Want die hebben qua waterdichtheid niet zo heel veel te leien. Ik verwacht niet dat de regen heel vaak hier tegenaan zal slaan. Dus daarom zijn we met deze begonnen. Konden we goed oefenen. We gaan nu met raam nummer 2 beginnen. Dus voor mij rechts, voor de kijkers links. En daar gaan we het hele proces weer opnieuw doen. Met het uitsnijden van de folie, met het plakken van de randjes, het uitmeten van het raam. Ik ben wel tevreden met hoe het raam er nu in zit. Wat het allemaal nou een beetje lastig maakt, is dat je op YouTube heel veel video's vindt over het bouwen van tiny houses. En die vind je veelal in het Engels, Amerikaans. En in Amerika hebben ze een ander soort kozijnen. Je hebt de inbouwkozijnen, zoals deze, die in het Frans noemen ze dat een tunnel, in het frame. En wat je in heel veel video's ziet in Amerika, is dat ze met een flange hebben, een spijker flange, waarbij je het raam gewoon vanaf de buitenkant er tegenaan zet, met een kunststof rand om het raam heen, en die spijk je vervolgens gewoon in het hout vast. Ja, dat soort kozijnen hebben ze hier niet, of in ieder geval, ik heb ze niet kunnen vinden. Dus het zijn gewoon dit soort traditionele kozijnen. Dus dan is het net allemaal weer een beetje anders. En ik heb er bij dit raam voor gekozen om het vensterbankje wat er op het raam zit, het geheel zo ver mogelijk naar buiten te plaatsen, zodat het vensterbankje straks over de bardage heen kan lopen. Zodat eventueel regen van de vensterbank kan aflopen en over het hout heen gaat. En dat ik dus niet het raam aan de binnenkant heb geplaatst, zodat je aan de binnenkant helemaal geen vensterbank hebt, maar gewoon gelijk met de muur. Want dat is eigenlijk de bedoeling bij dit soort ramen. Want dat zou betekenen dat ik dan onder de vensterbank nog een soort tweede glijbaan moet maken. Dat het water vanaf de vensterbank op dat glijbaantje weer valt en dan pas naar beneden. Dat wilde ik voorkomen, vond ik lelijk. Dus ik heb het raam nu zoveel mogelijk naar buiten geplaatst, zodat het vensterbankje wat aan het raam vast zit, over het doeklashout heen steekt. Maar hier onder het afdak is dat sowieso niet nodig.
maar ik wilde ze wel alle drie op dezelfde manier plaatsen. Tijd voor raam nummer 2. Danoontje powder. Zie je al vaker tegen elkaar zeggen. Het zesde tuinjaar straks, dat gaat echt super snel. En in één keer goed. Niks in die handen, niks in die handen, niks in die mouwen. Wat? Die mouwen? Niks in die mouwen, niet mouwen. Niet mouwen. En voilà! Weg! Even knippen zo. Oh jongens. Het leven is een feestje, maar je moet wel zelf slingen, jongen. Als je nou denkt, heeft hij dat vaker gedaan? Ja, al 4 keer. Want dat raam heeft ook 4 hoeken. Niet. Ja. Ja, binnen zo. Ja, dat is hetzelfde als hier, maar dan. Oh ja, helemaal gelijk. Hé. Oh, jongen. Je hebt ook een keer gelijk. Ja. Sorry, aan. Jawel. Oh, sorry, aan. Imagine Dragon! Ga je? Ja. Ik doe gewoon met deze truc.
steeds sneller. Ja, toch? Raam nummer 2. Was dit. Is dit. Die ging al sneller dan de eerste. En ik heb ook het idee dat deze qua waterdichtheid al beter is. Nou moet ik wel bekennen dat eigenlijk moet je hier rondom een soort tape met schuim wat uitzet, moet je eromheen zetten. Alleen het is vandaag zondag. En gisteren hebben we uitgezocht wat we zo al nodig hadden. En konden alleen nog hier naar de lokale bouwmarkt. Dus we gaan het niet met dat band, hoe noemen ze dat weer? Compribanden, want dat hadden ze hier niet bij het lokale kleine bouwmarktje. Maar wel speciale purschuim om dat voor elkaar te krijgen. Dus we gaan straks purren om het dicht te krijgen. Sluit ook goed af, is iets meer werk, maar dat komt in ieder geval door. Dat wou ik zeggen. We kunnen nu in ieder geval het raampje al dicht doen. Poppetje gezien. Kasi dit. Nou, dat is. Gaan we op naar raam nummer 3. En dat raam, kijk, dit was leuk om te oefenen, die eerste twee. Maar die zitten hier onder het afdak, dus oké, dicht is dicht. Raam nummer 3 is niet beschermd. Dus dit was om te oefenen, nu komt het echte werk. Deze ging goed, hè? Deze ging goed. Hoe laat gaan we aan tafel? Ja, deze ging best vlot. Dan pakken we de deur ook nog even mee. Maar hoe laat is het, weet je? Ik denk 6:30 of zo. Oh, dan moet ik nog best lang duren. Ja. Kijk, het nadeel van klussen is... Er gaat dus wat kapot. Bijvoorbeeld een decoupeerzaag. Die begeeft het terwijl je bezig bent. En laat dat nou net een hele oude decoupeerzaag zijn. En dat is dan, dat is dan het slechte nieuws. Het goede nieuws. Er moet een nieuwe decoupeerzaag komen. Hier is die. Dus we hebben... Een nieuw stuk gereedschap bij de blauwe familie. De decoupeerzaag. En dit wordt, mag ik het de ontmaagding noemen? Ja. De vuurproef. De vuurproef, laten we het de vuurproef noemen. Van de nieuwe decoupeerzaag. Ho, ho, ho.
Val ik hem hier vast? Ja. Oh, zijn we al klaar? We zijn al klaar. Ik ga het niet eens in de gaten. Hé. Hey. Tjonge, jonge, jonge. Moet niet gekker worden. Goedgekeurd. Oh, en trouwens, de drie ramen zitten erin. En nu is het tijd voor de deur. Ja, de deuren. Dubbele deur. Dubbele deur. Dubbele deur. Dubbel. Dubbele deur. Om te bedenken dat je hier in januari stond, toen was er nog niks. Nee, toen kwam de hè. Toen hadden we zoiets van, hey, zullen we anders een... zullen we even een houtje erin slaan en de grond. Hey. Zullen we even een tuinje uitbouwen? Ik denk, peerzaag is fantastisch, hoor. Ja. Oh, dat is wel handig. En? Dat is ideaal. Oh, heerlijk. Ja, mooi. Ja, andere kant op. Eén schaakluislamp. Oh. 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 Dat ziet er gezellig uit. Let's finish this. Ja. Leuk. Wat? Oh nee, je hebt de stroom net al door de deur heen. Ja, goed hè? Ik ben nog steeds helder. Ja. Every breath is letting go. Climbing my silence to show. Peaceful rest is not a test. Mooi, daar gaan we erin. Ja, hè? Ga je die verven, die kozijnen, of niet? Nee, mama. Ja, maar uiteindelijk. Ja, die kent natuurlijk. We zijn gisteravond nog laat doorgegaan. En dit is het resultaat. We hebben een echt huis. We zeiden net tegen elkaar, het is een echt huis. Sterker nog, weet je waarom het een echt huis is? Ik ben vergeten de sleutels mee te nemen. Oh. Dus we kunnen er niet in. Maar het ziet er wel toppie uit. Het is nog niet klaar, maar het ziet er al wel toppie uit. Ja, dankjewel. Ik geloof dat we nog wat afwerking te doen hebben. Ah, een klein beetje. Klein beetje. Ja. Een beetje opruimen. Maar het is echt een afgesloten ruimte nou, hè?
Het kiert nog wel een beetje. Maar het is echt al een heel verschil. Dit maakt het echt een huisje nou. Ja. Ja. Cool. Zo, inmiddels ben ik een stuk verder met de ramen. Die hadden we natuurlijk al ingezet. Zoals ik al zei, kon ik op het laatste moment niet de juiste tape vinden om rondom het raam te doen. Van die zweltape of compribanden noemen ze het volgens mij hier. Dus uiteindelijk heb ik het met pusschuim gedaan. En ik moet zeggen dat het daar lekker mee afsluit. Het was eigenlijk best goed te doen. Waarschijnlijk met die tape was het natuurlijk een stuk makkelijker en minder rotzooi. En nou zit het lekker dicht. Daar komt geen windvlaag meer doorheen. Maar het is wel noodzakelijk dat de pur aan de buitenkant nog wordt afgewerkt. Dus eigenlijk moet je dat afkitten. Alleen in mijn geval zit de buitenmuur en het kozijn, die zitten ongeveer op dezelfde hoogte. Of diepte, hoe je het wil zien. En dan zou ik er een soort band van kit overheen moeten gaan leggen. Dus heb ik ervoor gekozen om dezelfde tape die bij de folie hoort, bij de paraplu, te gebruiken om daarmee de kozijnen af te tapen. Maar dan is daarmee in ieder geval de pur afgesloten. Er zit een klein laagje tape op het kozijn. En dat is niet erg. Dan wilde ik sowieso al straks met de afwerking van de bardage netjes een latje tegenaan laten stoten. Dus daar zie je straks helemaal niks meer van. Dus op die manier zijn nu de kozijnen, in ieder geval de ramen, die van de deur moet ik dat doen. Maar in ieder geval van de ramen zijn nu helemaal afgewerkt, ook met tape. Ik ben hier boven even kunstig met tape bezig geweest. Met reden. Wat ik gedaan heb, ik heb in het grijze folie, in de paraplu, in het vochtscherm, heb ik aan twee punten een klein openingetje gemaakt, een klein sneetje gemaakt. Om te voorkomen dat vocht wat eventueel boven het raam zich verzamelt achter het scherm. Condens, lekkage, ik weet niet waar het vocht vandaan zou kunnen komen. Maar stel dat zich niet ophoopt boven het raam, achter het scherm. En dat er een soort vochtzak komt te hangen. En om dat te voorkomen heb ik dus die twee openingetjes gemaakt. En om nou te voorkomen dat vocht wat aan de buitenkant van het scherm loopt, wat eventueel wel de bedoeling is, maar liever ook niet. Maar het zit dan in ieder geval aan de goede kant van het vochtscherm. Dan moet het niet door die openingetjes juist naar binnen trekken. Dus daarom heb ik nog even twee tapejes eroverheen geplakt. Met een einde dubbel gevouwen als een soort luifeltje over het sleufje heen. Hier moet ik alleen nog de dakrand afplakken. Maar dan heb ik het wel een beetje gehad met de tape. Nu is het wel klaar mee. Nou, kijk eens. We hebben de sleutels. De sleutels van de Writer's Cabin. En als je sleutels nodig hebt om een huis binnen te komen, dan heb je een huis gebouwd. De ramen zitten erin, de deuren zitten erin. We hebben dus een sleutel nodig om binnen te komen vanaf nu. De buitenkant van het huis, die verdient nogal wat aandacht, want ja, daar moet nog het hout tegenaan. Maar dat gaan we niet deze week doen. Volgende week ga ik verder om de buitenkant van het huisje helemaal te bekleden met hout. Ja, en dan, het wordt een beetje cliché, maar dan ziet het er weer totaal anders uit. Het goede nieuws is, volgende week is er gewoon weer een nieuwe aflevering, waarbij ik dus het huis ga bekleden aan de buitenkant. En het slechte nieuws is, tot zover deze aflevering. Vond je het een toffe aflevering? Doe dan even dat duimpje omhoog. En als je nog niet geabonneerd bent, maar wel wil weten hoe het er volgende week uit komt te zien, abonneer dan heel even hieronder en voor de zekerheid even dat rode belletje aan, want dan krijg je een berichtje als er een nieuwe aflevering is. Tot zover deze aflevering. Tot de volgende keer.